We gaan een private city tour doen. €95. Als je het gezamenlijk doet, dan kom je ook ongeveer op zoiets hoor. Een volwassene is al vanaf 11 jaar onderhand hier. 4 uur werden we opgehaald. Met etenstijd rond 8 uur zouden we weer terug in het hotel zijn. Overzicht over Hurghada. Stopt veel toerisme hier. Tweede stop is Marina, de haven. Ziet er allemaal netjes uit. In tegenstelling tot wat ja, daarbuiten. Een hoop rommel, viezigheid. Mooi, veel restaurants. Vissersbootjes. Wat een verschil dan. Met marine. Op de achtergrond hoor je de moskee, de vismarkt. Ik weet niet of ik hier als toerist zonder gids naar binnen had gelopen. Een beetje ongemakkelijk. En het ruikt niet al te lekker. Hurghada bestaat voor 50% uit moslims en 50% uit christenen. Nadat we in de moskee geweest zijn, zijn we naar een kerk gegaan, vlakbij. Op het moment dat wij daar waren, was er een trouwerij bezig in de kerk. Daar hebben we even meegekeken. Local market. Hurghada is een en al hotels, stad of zand. Op de lokale markt komen boeren die met name bij de Nijl 70 kilometer verderop zitten hun spullen verkopen op de lokale markt. Natuurlijk brengen ze je ook nog langs wat winkels waar je handgemaakte spullen kan kopen. In dit geval zijn we daar nog even heen geweest. De drogist, een soort parfum en een crèmetje shop hebben we overgeslagen omdat het al richting 8 uur ging en we met eten terug in het hotel zouden zijn. Een prima tour waarop wij op plaatsen zijn gekomen waar wij niet zo gauw zouden komen. Als je met het gezin bent, 4 personen, kan ik je een private tour zeker aanraden omdat het niet veel duurder kost.